Ik wil jullie heel graag voorstellen aan Jip, die heel goed is in tafelvoetbal. En ik niet. En dit is zij. En die is echt een meester in gnocchi maken. En ze willen heel graag allebei iets voorlezen uit hun nieuwe lievelingsboek. Jij mag beginnen. De das. Net als een koning heeft hij een kasteel. Na een paar dagen slapen is reeds de beurt aan een versere kamer die frisser geurt. Er zijn er genoeg, hij weet niet hoeveel, plus meerdere bijburchten op zijn perceel. O wee, als je maar iets besmeurt. Net als een koning heeft hij een kasteel. Voor binnen poepen word je bekeurd. Poepen! Het varen tapijt is zacht als fluweel. Geregeld wordt het de burcht uitgesleurd, grondige lucht en dan goed gehumeurd. Herschikt tot een behagelijk geheel. Net als een koning heeft hij een kasteel. F. Foxdier. Ik ben een graag geziene stier. Van vele kalvers ben ik de vader. Maar hoe? Dat verklaart niemand nader. Ik moet me zien als leverancier. Waarom toch niet op mijn manier? Ik doe dit wel, maar in welk kader? Ik ben een graag geziene stier. Vaker voel ik me verrader. Heb ik een vrouwtje in het vizier? Hoe romantisch ik haar ook benader? Steeds word ik genept. Wie is de dader? Hieraan beleef ik geen plezier. Ik ben een graag geziene stier.